Ik weet niet wat voor kleren jouw dochters dragen. Nou, hoe oud zou ze zijn? 21? Dat is legaal, hè? Je hoeft niks te eten na de half drie. Nee, je bent. God, je dat. We gaan de week weer door midden breken. Alleen dit keer niet met Andy van der Meijden, want die vond het waarschijnlijk te vroeg worden. Maar we zijn te gast bij Medium Anita. En die kennen we natuurlijk allemaal. Anita, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we welkom zijn. Welkom. Jij weet natuurlijk al lang wie onze gast is. Ja, Glenn. Hoe weet je dit nou weer, hè? Omdat hij er al zit. Jezus, stukje echt. We gaan de week door midden breken. Welke week? Je hebt het nooit gezien met Andy? Jawel. Of kijk je alleen maar de dingen waar je zelf in zit? Nee, ik vind het leuk. Superleuk. Weet je dat je een beetje... Ja, jij blijft van mij de zwarte Andy. Ja. Ja, er zitten nogal veel raakvlakken. Ja, ik vind dat gewoon een compliment. Je hadden allebei meer uit je carrière kunnen halen. En jullie zijn allebei ook weer op beide pootjes terechtgekomen. Ja, zeker. Zeker. Nou, dat komt goed uit. Want weet jij nou wie zij is? Nee, dat weet ik niet. Nou, dan heb je dus niet opgelet vorige keer. Nee. De vriendin van Pedersen. Van Pedersen, oh, van Feyenoord. Ja, nou, het is, ja, het is hartstikke leuk. Ik kijk op een andere manier, weet je wel. Dus het, kijk jij dan? Nou, dat kan mijn dochter zijn. Dus ik kijk met respect. Noor Omrani. Weet je, dan gaan we even naar deze dame. Wie is van wie? Zou dit de voetbalvrouw kunnen zijn? Of is dit, zou dit ook je dochter kunnen zijn? Ik weet niet wat voor kleren jouw dochters dragen. Dat doet je niks. Nee, wat moet het mij doen dan? Nou, je begint over respect te lullen. Ja, omdat jij gaat foto's laten zien van eentje en meisjes. Ik denk, nou, hoe oud zou ze zijn? 21? Dat is legaal, hè? Godsufferd. Snap je nou mijn punt? En dan ga je mij, wil je daarmee meetrekken? Doe maten toch een beetje met elkaar. Kom je nou 15 jaar terug? We kunnen elkaar een hand geven. Oké, volgende vraag. Ik moet eerst even wat rechtzetten. Wat moet je rechtzetten dan? Anita, ik vond het een beetje lullig. Je had wel degelijk een punt met Ziyech. Wat wordt het vandaag dan? 2-1. Wie scoort je? Ik denk Ziyech. Ja, dat klopt. Ik stond daar en in één keer kreeg ik de naam Ziyech door en ik moest dat zeggen. Ja, maar er was wel degelijk wat met Ziyech aan de hand. Hij zou een transfer maken naar Paris Saint-Germain. Ja, en dat is geloof ik nu afgeketst op het laatste moment. Dus excuus op zijn plaats. Nou, dankjewel. Ik wil ook echt niemand meer horen zeiken in de comments. Klaar ermee. Jij had het over een penalty en ik, penalty. Jij zag mensen voor het doel staan, wat natuurlijk niet gek is bij voetbal. Ineens zie jij een penaltybeeld opduiken. Ja. Ik zie iemand voor het doel staan. Maar dat was natuurlijk wel een momentje. Het bleek dus achteraf dat Feyenoord claimde dat ze een penalty wilden. En dat was dus wat ik doorkreeg. Hebben we dat even rechtgezet? Hebben we helemaal rechtgezet nu. Fijn. Was het een penalty? Ja, het was in mijn ogen was het een penalty. Iets meer. Het is het idee dat... Okay, als moet ik de hele boel gaan aan elkaar lullen. Doe nog een keer. Ja. Oh, moet het nog een keer doen? Oké. Okay. Was het een penalty? Ja. Het is echt Jezus Christus. Het was een penalty. Waarom? Omdat die bal tegen zijn arm aankomt. En dan wordt er gezegd van ja, hij werd geduwd. Dan moet je fluiten voor de overtreding dat hij geduwd werd. Nog eventjes ook over Ziyech. Wat ik heb begrepen is dat er 3 keer een fout is gemaakt door de administratie. Ja, en een computerstoring in Frankrijk. Als dat zo is, dan vind ik gewoon dat rechtgezegd moet worden. Want dan waren ze gewoon binnen de tijd. Maar door die storing kan dat dus niet. Ik zou het wel gaaf vinden als hij naar PSG gaat. Omdat hij in Frankrijk met spelers komt te spelen. Als Messi, Mbappé. Ga weg man, Neymar. Heerlijk. Oh, Anita, want je loopt wel weer weg. Maar als jij nou Glenn aanvoelt. Glenn heeft al zijn centen er doorheen gejaagd. Moet je een andere vraag stellen? Je moet zeggen, Glenn heeft al zijn geld doorheen gejaagd. Weet jij waar hij dat kan vinden? Ja. Ja, in het casino. Nou, het was gezellig. Hazard komt. Ja, gaaf. Maar die komt ook gehuurd. Hè? Die kost een pak per geld voor een half jaar. Maakt niet uit. Die brengt iets extra's naar PSV. Dat gedoe bij PSV, want dat geld schijnt daar echt op te zijn. Ze hebben een aantal spelers verkocht. Weet je, ze verkopen dan spelers en dan hebben wel geld. Maar ja, ik bedoel, je verkoopt de spelers omdat je het beste wil voor PSV. En daar zit het publiek op de tribunes. Dan moet je ook weer iets terug voor geven. Dus soms zit ik soms te twijfelen of het waard is. Aan de andere kant, stel je krijgt zoveel geld, maar die speler krijgt een trap. Kun je ook fluiten naar het geld. Welke keuze moet je maken? Dat is toch een beetje gokken.
Ze zijn te makkelijk, ik weet het. Nog even over een Utrechter. Amrabat, ook niet gelukt. Hè? Sterren van het WK, hè, zie ik Amrabat. Twee jongens die echt vol in de belangstelling stonden. En die toch aan de ene kant de computer storen, aan de andere kant, ja, weten we eigenlijk helemaal niet wat daar nou gebeurd is. Laten we eerst wachten, zeg maar, bijvoorbeeld, van dat je echt weet waarom het niet door is gegaan. Jij denkt al aan de Amerikaanse verkiezingen. Oh, sorry, daar deed de computer het niet. U mag alsnog. Nee, jij hebt voor mij zo'n duim en dan zuig je gewoon alles uit. En dan ga je allemaal dingen verzinnen. Jij vertelt mij dingen wat ik helemaal niet weet. Daar had je je even moeten voorbereiden. Nee, maar wacht even. Ja, oké. Okay. Moest je nog wat eten nou, of niet? Ik hoef niet te eten. Oké, okay, want ik heb hier een hele tas vol. Ja, ik denk jij zit nog in de schuldsanering of zo. Ik neem wat mee. Zo. Oh, kaas. Kaascroissant. Graai. Neem mee. Vanavond hebben we wat te eten, kinderen. Wat is... Je hoeft niks te eten naar de half uur. Nee, je bent... God, gloeiende. Dan zeggen ze van mij dat ik ADHD heb. Lekker over je telefoon. Nee. Wie stoot het om dan? Ja, jij? Nee, je moet... Nee, nog even. Luister, je moet gewoon met je poten van mijn tas afblijven. Kijk, die broek ook van je. Die ziet er al uit alsof je net hebt lopen stukken ergens. Pas op, hè. En ook niks doen, hè. Van, joh, zal ik een doekje aan? De niet denk ik help even. Ik help Anita even. Die stond al klaar met een vaatdoek. Anita. Je snapt waarom. Voelde dat aankomt? Ja, natuurlijk. De Hero en de Zero van de week, dat is ook een itempje elke week. Wie is de Zero? Nou oké, door het ontslag natuurlijk van Ajax is dan Alfred Schreuder, wat ik zelf wel persoonlijk jammer vind. En de Heroes, dat is... zijn er twee Griekse spitsen. Doufikas en Pavlidas. Ja, allebei een hat-trick, hè? Alle twee een hat-trick. Eventjes over Alfred Schreuder. Wie moet daar ook de nieuwe trainer worden? Nou, ze hebben nu een nieuwe trainer. Johnny Haarden. Dat is tijdelijk, hè? Dat weet je niet. Jij denkt dat hij er gaat afmaken? Nee, je legt weer woorden in mijn mond. Nee. Jij denkt en dan kun je ja of nee zeggen. Zo werkt een vraaggesprek. Jij bent irritant, jongen, jij. Toch hou je van me. Maar die microfoon die gast was ergens bij jou. Oh, god. Schreuder weg. Peter Bos kon ook bondscoach worden van België? Ja. Niet gedeurd. Laat hij maar terug naar Ajax gaan. Ja. Wacht even, Johnny Heitgen is daar. Geef hem maar even de kans. Dit seizoen is verloren, bij wijze van spreken. En kijken wat je zeg maar kan herstellen. En dan hopen dat hij zijn hand aan kan geven. Of weet je... Als ik zo naar je luister, vind ik het zo gek dat ze jou nooit bellen, hè? Voor bij zo'n club. Ik denk, nou, je hebt er wel verstand van. Ik hang echt aan je lippen. Nou, dankjewel, vriend. Ja, dit is wel even in jouw straatje. Wel belangrijk ook. Dani Alves. Maar waarom dus in mijn straatje? Nou, die jongen zit in de gevangenis. Jij weet hoe dat is. Ja, dat kan ik niet... Dan is zijn carrière voorbij, denk ik. Stel dus waar die van beschuldigd wordt, stompen dan maar in elkaar. Ja, maar dat gebeurt wel, denk ik. Want zedendelinquenten die zitten daar niet lekker, hoor. En terecht. Tegelijkertijd zeg ik, ga niet iemand beoordelen op iets wat ik niet weet. Stel, het is niet waar, want het kan ook... Dan kan je carrière nog steeds afgelopen. Dat is precies mijn punt. Hij moet hopen dat hij onschuldig dus is. En dat het ook daadwerkelijk zijn naam dus ook op die manier gecijferd wordt. Volgend item kan een beetje gevoelig liggen voor Glenn. Is namelijk het itempje Wedden Dat. Dat ik je niet in verleiding breng, dat wil ik niet. Om hoeveel geld gaat het dan? Het gaat om autowassen. Het gaat al eerst in wie wint Feyenoord PSV? Feyenoord. Daar moest je heel lang over nadenken. Ja, omdat Savi, als iemand die wedstrijd voor PSV over die streep kan trekken, is hij dat. Toch zeg je Feyenoord? Feyenoord is een machine. Toch iets meer kwaliteit geven aan het feit dat zij echt als team presteren. Oké, okay, dan denk ik dus dat PSV wint. Ja. Daar zetten we op autootje wassen. Als ik gelijk heb, was jij mijn auto. Ook de binnenkant? Ja. Oh, die heb ik bij jou gezien. Nee, vriend. Andere weddenschap. We gaan even afronden. Waar is Anita? Anita, nog één korte vraag. Wie denk jij dat er zondag Feyenoord PSV wint? Feyenoord. Ik vond het voor jou denk ik ook goed. Een keer achter dat drumstel vandaan komt dat mensen ook kunnen horen dat je wel degelijk verstand van voetbal hebt. Nou, je weet, ik wil altijd mensen helpen. En de reden dat ik hier zit, dat ik jou kan helpen, die foto's van dames die jij mij laat zien. Mooi dat je het zegt, want ik heb er nog één. Dus nog één keer, weet jij wie zij is? Nee, ik weet dat niet, nee. Als u het wel weet, hoor het in de comments. Dankjewel. Jij kan weer een week eten, hè? Waar is die tas? Ja, die heb je onder je koffie. Ja.